aan mij inderdaad de ondankbare taak om, om u te gaan uitleggen wat we nou zo in petto hebben voor, wat kunnen we er tegen doen. En wat ik besloten heb te doen is even te gaan kijken, wat hebben we nou bij vorige uitbraken van coronavirus bij de mens? Wat hebben we daar gedaan? Zijn we daar succesvol geweest? En kunnen we daar iets van leren? Als we dan op dit kaartje kijken hier, dan zien we dat we zeg maar in de 80e jaren van de vorige eeuw begonnen zijn met steeds vaker uitbraken te zien. En uiteraard ga ik niet op al die uitbraken in, maar u ziet hier SARS-coronavirus 1, MERS en SARS-coronavirus 2. Dus er is nogal wat gebeurd in de laatste tijd. Hoe komt het dat we deze toename zien? Het is een echte toename. Er zijn vele factoren voor aan te wijzen. Marion heeft er al een paar genoemd. En ik ga eerst terug naar SARS. Wij waren in Rotterdam in die tijd heel druk bezig met SARS. Het was een ziekte die niet bekend was op dat moment. En het interessante was dat we hadden internationaal met de Wereldgezondheidsorganisatie een team gemaakt van een dozijn laboratoria die met elkaar communiceerden over de hele wereld. We kregen patiëntenmaterialen. En om een heel lang verhaal kort te maken, in een vrij korte tijd werd het virus gevonden. Echter niet dan nadat mijn collega hier, John Tam, heel trots aan de wereld laat zien dat hij het virus te pakken heeft. Het humane metapneumovirus, een virus wat wij 2 jaar eerder ook in Rotterdam gevonden hadden. En dat inderdaad over de hele wereld belangrijk was, maar nog nooit eerder gevonden was. Dat bleek het niet te zijn, het bleek een coronavirus te zijn. En u ziet dat hier op die stamboom, u heeft al die verschillende stambomen net gezien. Pikant detail wellicht dat ik als dierenarts ooit gepromoveerd ben op een coronavirus van de kat. Ja, ik heb daar ook een vaccin tegen gemaakt. En het interessante daarbij was toen we katten die gevaccineerd waren, toen we die met het virus besmetten, gingen die ongeveer 3 maanden eerder dood dan de katten die niet gevaccineerd waren. Dus om even te vertellen wat u te verwachten hebt nu. Oké, goed. We hebben een van de belangrijkste zaken die opgelost moet worden, wanneer we praten over vaccins, wanneer we praten over geneesmiddelen, we moeten ze uittesten. En uiteraard kunnen we dat niet bij mensen doen, ja, of maar heel beperkt bij mensen doen. We kunnen kijken naar toxiciteit, zijn ze gevaarlijk voor de mens, maar of ze beschermen, dat is vrij lastig uit te vinden. En daarvoor heb je diermodellen nodig. Wij waren de eerste in die tijd die inderdaad het apenmodel hier te pakken hadden. En u ziet hier wat bekende namen weer. En dit is bij de WHO een persconferentie die wij hier geven. Ik in wat jongere jaren. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik niet helemaal plezierig ben met al die epidemiologische gegevens die naar voren komen. Wanneer men praat over leeftijdsrisico's, et cetera. Maar als ik zo de zaal rondkijk, dan denk ik dat er toch wat mensen zijn die zich zorgen moeten gaan maken. Oké. Wij hadden aangetoond dat voornamelijk wanneer we apen besmetten en voornamelijk wanneer we oudere apen besmetten, daar komt het weer terug, oudere apen bleken zeer gevoelig te zijn voor deze infectie. En u ziet hier persconferentie en we delen mee. En we hebben de zogenaamde postulaten van Koch hier bewezen, waarbij we hebben laten zien als we dit virus bij apen hebben en niet het metapneumovirus, daar hebben we ook naar gekeken, dan bleek dit virus bleek inderdaad bij die oudere apen inderdaad SARS te geven. Goed, dat was toch wel belangrijk, want op dat moment konden we heel snel diagnostische test maken. En u heeft dat eerder gehoord, hoe belangrijk dat is. En wat we daarna gedaan hebben, wat andere diersoorten hebben we tezelfde tijd getest. We wisten inmiddels dat de civet cat, ja, die al eerder genoemd was, dat waarschijnlijk de tussengast hier was tussen mens en vleermuis. En we hebben toen katten en fretten hebben we ook geprobeerd. En we hebben die modellen zijn toen ook ontwikkeld. En u zult zien dat nu op dit moment eigenlijk voor het nieuwe coronavirus weer dezelfde weg gevolgd wordt. En als we dan doorgaan, en dit is misschien toch wel een interessant punt om even naar te kijken. We hebben toen in apen een eerste vaccin gemaakt. En een vaccin gebaseerd op de oude, we praten over 20 jaar geleden bijna, de oude technologie. Gewoon een heel virus nemen dat kapot maakt, ik mag niet zeggen doodmaken, dat hebben we net gehoord. Maar we kunnen het zodanig behandelen dat het niet meer besmettelijk is. Ja, en daar voegden we wel een adjuvans aan toe, een stof die het immuunsysteem stimuleert. En we zien, dat hebben we toen geprobeerd in eerste instantie bij fretten en bij apen. Ik laat u hier die apen-experimenten zien. En u ziet hier antistoffen die apen maken, beschermende antistoffen. En we zien inderdaad, dat is een lang verhaal, kort gemaakt, hier in de longen, als we dan kijken, zien we dat die apen, de gevaccineerde apen, ten opzichte van de niet gevaccineerde apen,
En dan met het adjuvant dat die apen inderdaad beschermd waren. En, maar het interessante wat daar ook bij speelde, ik moet dat gelijk zeggen, is dat als ze naar die apen keken, wat gebeurde daar bij die apen die gevaccineerd werden met dat geïnactiveerde virus waar we dat adjuvant aan hadden toegevoegd, wat bleek daaruit? Dat is vrij interessant, dat die waren inderdaad redelijk goed beschermd. Maar we zagen ook dat die een raar fenomeen in de longen begonnen te vertonen. U kunt dat met wat verbeelding hier zien, allemaal rode vlekjes hier. Dat zijn eosinofiele cellen, bepaalde cellen die wijzen op overgevoeligheid ten opzichte van de infectie. En dat baarde ons wat zorgen, want dat was een klassiek vaccin. En als we dan gelijk doorgaan naar het volgende plaatje. Dat is een plaatje van een van de mensen die hier op de voorste rij zit. Ja, Martin Enserink hier, die maakte in Science een verslag van een vergadering die wij belegd hadden in Rotterdam. Ja, mede op grond van deze, maar ook andere data van mensen die bij apen enhancement hadden aangetoond. Dus grotere gevoeligheid na vaccinatie met een bepaald soort vaccin. En het interessante was dat onze Chinese collega's, hier van Sinovac, ja, deze collega's hadden dus ook een vaccin gemaakt dat ze wilden gaan uitproberen op grote schaal in een besmet milieu. Ja, in eerste instantie was er een probleem geweest, want ze hadden eigenlijk het probleem ontkend in China en ze wilden eigenlijk toch kijken wat ze goed konden doen. En die waren toen van plan dit vaccin te gaan gebruiken. En met de data die we onder andere van de apen hadden, maar ook met de data die we van onze katten hadden, van mijn proefschrift van vroeger, dachten wij dat dat toch niet zo'n goed idee was. Nou, het probleem loste zich vanzelf op, want de ziekte verdween eigenlijk. Wat we hier allemaal hopen vandaag, ja, met het nieuwe virus, dat inderdaad we het virus een halt kunnen toeroepen met epidemiologische maatregelen, wat inderdaad voor SARS gelukt is. Is het zo dat we al deze verschillende vaccins die toen gemaakt werden, en daar, u ziet hier allerlei verschillende benaderingswijzen, daar kom ik straks nog even op terug. Ja, maar in feite hadden we die op dat moment niet meer nodig, omdat de ziekte eigenlijk begon uit te sterven. Ondertussen werd er wel gekeken, en dat gebeurt ook nu, dus dat is ook een les voor wat we nu aan het doen zijn, werd er gekeken naar geneesmiddelen, mogelijke geneesmiddelen die we zouden kunnen gebruiken. En dan repurposing noemen. Dat dus geneesmiddelen die we al hebben voor andere ziekten. En het ging hier om in feite om een geneesmiddel dat gebruikt werd voor chronische hepatitis C in Nederland of in de wereld zelfs. Ja, dat middel werd toen ook ingezet. Hebben wij toen geprobeerd, omdat in vitro experimenten, in weefselkweek werd aangetoond dat dat wat zou doen. Hebben we dat toen bij onze apen hebben we dat geprobeerd. En u ziet hier heel suggestief, de controlegroep besmet met het virus, produceert het virus. Maar de apen die behandeld zijn met het interferonpreparaat hier, die waren goed beschermd. En dat geneesmiddel is ook in het eindstadium van het interferon alpha, is in het eindstadium van SARS ook nog gebruikt. Ja, en interessanterwijs in Canada gebeurd. Het interessante daarbij was dat op een gegeven moment was het ook niet meer nodig. Ja, omdat inderdaad door de epidemiologische maatregelen de zaak al onder controle was gebracht. Het interessante wat ook speelde is, ik vertelde u zojuist, en dat zijn een aantal experimenten, dat ziet er heel ingewikkeld uit. Maar ik zal u een paar hoofdlijnen van deze experimenten laten zien, die ook bij ons in Rotterdam gebeurden. U ziet hier dat we een jonge aap versus een oude aap, of twee jonge versus twee oude aap, de long. En u kunt duidelijk zien, en dat is hier weergegeven, jonge en oude dieren, de mate van pathologie die je in de longen van die dieren ziet. Je ziet dus heel duidelijk dat die oude apen veel gevoeliger zijn. En we hebben kunnen aantonen toen inderdaad dat gerelateerd was aan de leeftijd van die dieren. Dat was gerelateerd aan met name de innate immune response. Dus als een virus binnenkomt, dan krijg je een bepaalde reactie van het lichaam. Dat was een overreactie. En met name met een interferonbehandeling kun je die onderdrukken. Dus dat was duidelijk. Dus waarom oudere apen beter beschermd leken te zijn of gevoeliger voor de ziekte bleken te zijn. Oké, toen in die tijd al, en dat was ook in het eindstadium, werden een aantal medicijnen, u ziet hier chloroquine. Dat komt straks nog even terug, een geneesmiddel wat voor malaria gebruikt wordt, dat toen in ieder geval in weefselkweek goed het virus leek te onderdrukken. Goed, precies 10 jaar na het ontstaan van SARS werden we in Rotterdam geconfronteerd met een verzoek van dokter Zaki, die richtte zich tot Ron en die zei, ik heb hier een patiënt.
En die heeft een interessant ziektebeeld. Zouden jullie daar eens naar willen kijken? En dat ziektebeeld kenmerkte zich met name door weer longontsteking en nierfalen. Ook een wat oudere man was het. En om een heel lang verhaal kort te maken. U ziet dat hier, dit was het eerste geval wat gediagnosticeerd werd. En u ziet het zo hier verder gaan. Dat was het MERS-coronavirus. Werd door ons toen ontdekt als een nieuw coronavirus. Wat duidelijk verschillend was van het SARS-coronavirus. En u ziet hier, als u de epidemiologische curve bekijkt. Misschien wel grappig. Oorspronkelijk er werd wat gestoeid over de naamgeving van het virus. En de eerste naam was dus gewoon MERS-EMC van het Erasmus Medisch Centrum. Ja, dat kon natuurlijk niet. Dat was een stam. Dus het moest een algemene naam hebben. En toen dachten we, het is misschien een beetje analoog aan de discussie over Wuhan op het ogenblik. Het coronavirus van KSA, ja, the Kingdom of Saudi Arabia. Wel, de Saoedi's were not pleased, om het maar zo te zeggen. En uiteindelijk is het Middle East Respiratory Syndrome coronavirus geworden. Een interessant verhaal wat vrij analoog is aan de zaken die net door Marion en Aura getoond zijn, is het hier in Korea. Als u ooit een interessant verhaal over epidemiologie wil lezen, moet u zien wat één patiënt, één individu, een handelsman die vanuit Seoul, Zuid-Korea, naar Saoedi-Arabië ging, daar een tijd rondgereisd heeft en teruggegaan is. Deze ene meneer is er de reden van geweest dat, en dat heeft te maken met de manier waarop de gezondheidszorg daar in elkaar gezet was. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat we ons dat heel goed ter harte nemen. Er zijn 33 mensen overleden en ze hebben iets van 130.000 mensen in quarantaine moeten plaatsen. Ja, dus één patiënt kan echt een enorm probleem geven. En dit is geen SARS, maar dit is MERS. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke les is. Oké. Vervolgens, en dat is in dit plaatje, daar vat ik heel veel werk samen. Dus bij ons werd, onder Chantal Reuske en Marion, hebben ontdekt waar die infectie vandaan kwam. De tussengast hier, nou, die hebben allerlei dieren serologisch, dus de sera van die dieren bekeken. En dat bleek dus de kameel te zijn, of de dromedaris beter gezegd. En u ziet hier het feit dat er die antistoffen er waren. Bart Haagmans die toonde aan dat op een bedrijf, waar kamelen ziek waren, of waar in ieder geval kamelen positief waren, ja, ook de mensen die ziek werden, dat die hetzelfde virus hadden. Dus die link was eigenlijk al vrij snel gelegd. En interessant hier ook, dat Stanley Rai hier in het lab, die identificeerde hier de receptor. Ik moet je even voorstellen, dit is in een paar weken gedaan. Ja. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld het AIDS-virus, dat in de 80e jaren van de vorige eeuw opdook, dat heeft meer dan 2 jaar geduurd voor ze het virus te pakken hadden en nog eens 2 jaar voor ze de receptor hadden. Dit heeft hier voor het huidige virus, waar we nu naar kijken, is een kwestie van dagen geweest. Dus we kunnen met onze moderne technologie enorm veel en enorm snel. Oké, we hebben toen vervolgens gekeken, wat kunnen we met vaccinatie? En een van de dingen die we gedaan hebben, we zijn aan de gang gegaan met het ontwikkelen van een vaccin in het kader van ook weer van een Europees project wat we hadden lopen. En in samenwerking met collega's uit München zijn we in staat geweest om een vectorvaccin te maken. Een vaccin waarbij we een ander virus gebruiken, ja, waar we een stukje van het genetisch materiaal insmokkelen van het nieuwe virus. Nou, daar hebben we kamelen mee, of dromedarissen mee gevaccineerd. Ja, dus in feite een soort levend vaccin. En ik kan u verzekeren dat experimenten met kamelen is niet het makkelijkste om te doen. Normaal werken mensen in het lab met muizen. Dan doen ze een druppeltje op de neus. En zo. Maar een kameel heeft zo'n lange neus. Ja, en ze bijten, ze schoppen, ze spugen. Ze doen allerlei dingen die kortom, dit was een challenge. Maar goed, u ziet hier het resultaat. Dit is een kameel die niet gevaccineerd is. Dit is een kameel die wel gevaccineerd is. En dit zijn de conjugate structuren in de neus. En daar wordt aangekleurd de aanwezigheid van het virus. En u ziet dus, de gevaccineerde dieren waren redelijk goed beschermd. Er ging 10 miljoen virus in die neus. Ja. Dus, en u ziet dus vrijwel geen replicatie daar. En u ziet hier een onbeschermd dier. En de symptomen bij die kamelen waren vrij mild. Ja, ze kregen een wat hoesten, wat snotteren, maar ze werden daar niet echt ziek van. Oké,
In het Midden-Oosten was het wat lastig om deze technologie te verkopen. Want die kamelen worden nauwelijks ziek. En af en toe werd er iemand ziek van MERS. En alleen maar oude mensen gingen eraan dood. Dus die kamelen zijn daar eigenlijk belangrijk. Maar tot op het moment dat we bedachten dat omdat het vaccin wat we gebruiken was gebaseerd op oorspronkelijk het Vaccinia-vaccin. Ja, waar uiteindelijk menselijke pokken mee is uitgeroeid. Maar dat virus, dat vaccin beschermt hoogstwaarschijnlijk ook heel goed tegen kamelenpokken. En kamelenpokken is een ziekte waar ongeveer 25% van de sterfte bij kamelen wordt veroorzaakt door kamelenpokken in de regio. U ziet hier een geval van kamelenpokken. Dus zo zijn we op dit moment bezig het te verkopen om het inderdaad als een vaccin voor kamelen te gaan gebruiken om de ziekte bij de bron om het daar uit te roeien. Want we weten dat nog steeds, bij MERS, dat er nog steeds transmissie van kamelen naar mensen plaatsvindt. Oké, dan CEPI, even een organisatie die ik hier wil noemen. Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations. En dat is in feite een funding organisatie die gebaseerd is op aardgasbaten in principe vanuit Noorwegen. Maar ook gesteund wordt door allerlei andere groepen. En u ziet hier de target, hier 16 weken timeframe voor de eerste klinische trial. Dat is gigantisch ambitieus, kan ik u zeggen. En ik zal u wat voorbeelden laten zien. Maar dat is wat ze willen. Ja, en als ik dan gelijk doorga, om even wat activiteiten waar wij zelf bij betrokken zijn. Eén project hier, het ZAPI-project, Europees project, waar we keken naar MERS, Rift Valley Fever en Smallenberg. Als we nou hier naar die MERS kijken, ons daar even op concentreren, daar hebben we dus dat vaccin in die kamelen gemaakt. En we zijn inmiddels bezig om dat ook bij mensen te proberen. Dus een fase 1-2 studie loopt daar inmiddels. U kunt dat hier zien. We hebben hier inmiddels geld gekregen om een fase 1 2A-studie te runnen. Dat loopt voor een groot deel in Duitsland inmiddels. Dat zal verder in Nederland en uiteindelijk ook in het Midden-Oosten worden uitgerold. En u ziet hier, we hebben nu, gebruikmakend van deze expertise die we al hebben, zijn we eigenlijk van plan, daar hebben we een plan voor ingediend, om een extra arm in dat onderzoek te bouwen met een vaccin op precies dezelfde manier gemaakt, maar voor dat nieuwe virus. Dan verder hier, het is wat verschoven hier, maar ook het maken van monoclonale antistoffen. Dus we hebben met de technologie die we ontwikkeld hebben in dit project. Met de technologieën die we ontwikkeld hebben in dit project hier. Is het wel interessant. Een relatief goedkoop project. Wat door Europa gefinancierd is. Waar ongeveer 10 groepen aan meedoen. En waar we al helemaal voor gesorteerd bleken te zijn voor coronavirus. Het grappige was, het was een project dat niet competitief mocht zijn. Dus dat uiteindelijk niet tot een commercieel product zou mogen leiden. En als we nu zien hoe belangrijk het in ieder geval dit voorwerk is. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we investeren in dit soort projecten. Oké, als we dan doorgaan. U heeft gehoord over de pangolin, de Malayan pangolin. En u ziet hier, dit zou hem zijn. We hebben de historie, we hebben de waarschijnlijkheid daarvan gehoord. Voor SARS-1 was het de palm civet. Ja, dus deze dieren die worden geconsumeerd. Ik herinner me nog, Marion, jij sprak over $350. De palm civet in die tijd, en dat is dan bijna 20 jaar geleden, die kostte $100. Maar ik kan u verzekeren dat toen al een jaarsalaris voor een doorsnee Chinees was op dat moment. Oké, wat gaan we daartegen doen? Vaccins maken. Hoe ver staan we? Kan ik een positief geluid laten horen? Al mijn voorgangers zijn zeer positief geweest. Want de viroloog is altijd positief natuurlijk. Maar de epidemiologen die zijn toch vrij positief. Het gaat niet komen. Het is niet nodig. Ja. En krijgen we nou een vaccin of krijgen we geen vaccin? Ik kan u vertellen, voor SARS hadden we in de tijd ongeveer 10 kandidaatvaccins op de plank. En we hebben ze niet gebruikt. En u kunt zich voorstellen dat dat voor de industrie natuurlijk ook niet echt een driver is. Dat is een van de redenen geweest dat Tony Fauci, ons alle in het veld, ons alle goed bekend sinds jaar en dag, die uit kritiek op de industrie, die eigenlijk niet mee wil op dat moment. Nou, ik kan u zeggen, nou misschien even, als ik u dit laat zien hier, dat er toch in ieder geval in eerste instantie zo'n 10-tal farmaceutische bedrijven, grote farmaceutische bedrijven, maar ook
ook academische groepen direct erop gesprongen zijn. En ik geef toe, dat is voor vaccinontwikkeling is het nog niet veel. Maar er gebeurt toch wel vrij veel. Even een stapje terug naar ebola. U weet allemaal, ebola, u zag op die tijdbalk die ik eerder liet zien, zag u een aantal ebola-uitbraken. Ja, in de afgelopen 10 jaar hebben we eigenlijk 3 uitbraken gehad. En de ergste uitbraak is van ongeveer 7-8 jaar geleden. En daar zijn iets van 11.000 mensen aan overleden. Maar dat begon ook over de wereld te spreiden. Toen kreeg het aandacht, dat kunt u zich voorstellen. En u ziet hier de laatste uitbraak is in de Congo hier, waar toch al heel veel mensen aan zijn overleden. En u ziet hier de getallen hieronder. Ja, dus dit zijn de totale aantallen gevallen. Als u dit vergelijkt met de grotere uitbraak, waar 13.000 gevallen geweest zijn. En waarom is de WHO inmiddels toch vrij positief? En dat heeft ermee te maken dat er nu inderdaad 2 vaccins zijn. Ja, 1 van Merck en 1 van Janssen. Ja, vaccins die in het veld gebruikt worden om het in te dammen. Er zijn problemen met de acceptatie. Dus het is gevaarlijk voor de vaccinatiecrews om het gebied in te gaan. Omdat er allerlei spookverhalen over vaccinatie gaan. Maar toch, het lijkt te lukken. Maar als u ook even kijkt naar die ontwikkelingstijd van die vaccins. Ja, dan praten we er over 5-6 jaar. En niet over 16 weken. Ja. Dus ik denk dat we toch enige voorzichtigheid moeten hebben. We hebben wel wat voorsprong. En de vraag is natuurlijk, als je aan zo'n vaccin begint. Ja, dan kun je voorstellen of die companies wel bereid zijn om die investering te maken die uiteindelijk niet terugkomt. Want zowel Merck als Janssen hebben gigantisch veel geld verloren aan de ontwikkeling van deze vaccins. Dus daar moeten mechanismen gecreëerd worden. En met name clubs als CEPI, maar er zijn er ook meer die daarmee bezig zijn. Nou, even een sobering plaatje wat ik van Jeroen Kortegaas gekregen heb hier. Zoals u hier kijkt naar vaccinontwikkeling voor typhoid, pertussis, polio. Dat zijn wat, hier en daar is misschien ietsje overdreven. HIV is in de 80e jaren aan begonnen en er is nog steeds geen vaccin. We hebben daar ook onze tanden op gebroken. Maar is het realistisch dan te verwachten dat we in zo'n korte tijd een vaccin kunnen maken? Nou, ik heb u laten zien hier, 18 maanden voor een veterinair vaccin. Zouden we dat voor de mens nou ook niet kunnen doen? Er zijn wat hurdles. Ja, we moeten die ontwikkelingstijd verkorten natuurlijk. Er zijn nieuwe ontwikkelingen en er zijn natuurlijk ook regulatory hurdles. Ja, de commissies die zich met toelating bezighouden, die hebben een grote verantwoordelijkheid daar natuurlijk. Hier ziet u even van CEPI zelf, de coalition, ja, wat de verschillende stappen zijn voor vaccinontwikkeling. Discovery van het vaccin zelf, ontwikkeling en licensure, manufacturing. Delivery of stockpiles. Ja, dus je gaat van stap naar stap naar stap. En dat is niet iets wat je in een korte tijd voor elkaar kunt krijgen. Oké, dan als ik dan kijk, wat zijn de verschillende mogelijkheden? En het zou te ver gaan om daar in detail op in te gaan. U herkent dit plaatje van Erik Snijders verhaal. De klassieke vaccins zijn helemaal geïnactiveerde vaccins. Dat was vaccin wat wij voor dat coronavirus al geprobeerd hadden. En wat de vaccinees gevoeliger maakte, live attenuated vaccins, dus verzwakte vaccins. En dan is er het recombinant vaccin. De recombinant vaccins, zoals ze dat bijvoorbeeld bij die kamelen gebruikt hebben. Dan zijn er recombinant bacteriële vaccins ook nog. Dan heel veel met direct het gebruik maken van RNA en DNA. Replicons. Je kunt ook subunits gebruiken. Als je nou weet dat die antistoffen waar we het net over hadden specifiek gericht zijn tegen die oppervlaktestructuur, zou je die ook in een vaccin kunnen verwerken. Nou, daar zijn allerlei nieuwe technieken en technologieën. En daar zijn allerlei variaties weer op. Als je nou weer zo'n subunit neemt, zo'n stukje van het vaccin, van zo'n virus, en je spuit dat in, is het helemaal, doet het bijna niks, wekt het niks op. Dus je moet het altijd weer in een soort virusstructuur zien te brengen. Er is een hele grote trucendoos ontwikkeld die we met name ook in dat project wat ik net noemde, het Europese project, uitgebreid bestudeerd hebben. En als we nu kijken waar staan we, allereerst wat CEPI betreft. Ja, nou die hebben met een aantal clubs inmiddels al afspraken gemaakt. Die zijn ze al aan het funden. University of Queensland, dat is zo'n strategie waarbij je die eiwitten waar ik het net over had, waarbij je die inderdaad probeert te clusteren. Ja, DNA-vaccins, RNA-vaccins, RNA-vaccins. GSK is de company die op dit moment gezegd ons adjuvant systeem wat we hebben voor vaccins. Dat is een heel goed adjuvant systeem en dat bieden we voor niks aan voor alle ontwikkelingswerk voor deze vaccins. Dus er gebeurt redelijk veel en daar lopen natuurlijk
Er lopen natuurlijk heel veel aanvragen. Wij zelf hebben ook een aantal aanvragen lopen. We zijn in een razend tempo zijn we nieuwe aanvragen aan het schrijven om vaccins en antiviralen te kunnen testen. U ziet hier verschillende organisaties die geld hebben toegezegd, wat voor een deel via CEPI loopt, maar via een deel ook niet. En als we dan kijken, dit waren de vaccins, dan moet ik toch iets zeggen over antiviralen. Ik heb zojuist iets gezegd over de medicijnen zelf. Dat zou wel eens sneller kunnen gaan. Ik heb u gesproken over dat interferon, wat in principe gebruikt zou kunnen worden. Dat is trouwens een vrij vervelend geneesmiddel. Er zijn heel veel bijwerkingen. Repurposing van geneesmiddelen, u ziet dat hier. Dit is het middel wat genoemd wordt op het ogenblik, het meest genoemd wordt. De chloroquine, het malaria-middel had ik al eerder genoemd. Deze middelen zouden eventueel gebruikt kunnen worden voor compassionate use, ja, off-label. Want het is niet geregistreerd voor dit doel uiteraard. En er zijn hier, dit middel is ontwikkeld tegen ebola. En Gilead heeft toegezegd dat ze op grote schaal in China dit willen gaan uitzetten. Ja, en de criteria ziet u hier in vitro, dus in laboratorium settings, in dieren en in weefselkweek. En het is niet gevaarlijk voor de mens. Dus dit zijn zo de belangrijkste criteria voordat je überhaupt kunt overwegen om met deze zaak aan de gang te gaan. Ja, datzelfde geldt eigenlijk ook voor chloroquine. Het is eigenlijk niet bij te houden wat er gebeurt. Elke dag zijn er weer nieuwe gegevens. En de belangrijkste, of de minst belangrijke gegevens zijn eigenlijk alle cowboyverhalen die je op de sociale media leest. Want dat is echt verschrikkelijk. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Hier, dit is het middel waar ik het net over had. Remdesivir, hier, wat ontwikkeld is voor ebola. En u ziet hier dat middel is inmiddels in apen getest door een oude bekende van ons. Een van onze voormalige postdocs in het lab die nu in Amerika bij Heinz Veldman werkt. En in goede resultaten inmiddels in apen. En u ziet hier in de media verschijnen dat de Chinezen inderdaad dit op vrij grote schaal in clinical trials willen gaan inzetten. China heeft natuurlijk de unieke mogelijkheid met zoveel patiënten. Dat was altijd het probleem met ebola. Als je zoveel patiënten hebt, dan kun je natuurlijk ook placebo-gecontroleerde experimenten gaan doen. Dus daar zit enorm veel druk op om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. En nou, dan ziet u dit plaatje hier. En dat is wat ik vanochtend bij elkaar heb kunnen scharrelen aan wat er op dit moment allemaal loopt. Dus het zijn met name antivirale middelen die gebruikt worden voor allerlei andere virusinfecties. Ik denk dat een heel belangrijk probleem, ook weer die remdesivir die ik net noemde, is resistentieontwikkeling. U weet, dat is altijd een probleem. Dus unitherapie met één geneesmiddel zal waarschijnlijk niet gaan werken. We weten dat van HIV, maar we weten dat van een groot aantal andere zaken ook. U ziet hier een hele grote lijst. De chloroquine heb ik al genoemd. AIDS-middelen met of zonder interferon. Werd ook bij de WHO vorige week, toen we daar waren, werd dat benadrukt. Dat toch een hele belangrijke toevoeging zou kunnen worden. De interferons op zich. Humane monoclonale antistoffen. Ook in onze projecten zijn we heel druk bezig daar om. We hebben al antistoffen die kruisreageren tussen het MERS-coronavirus en het SARS-coronavirus. Nou, die antistoffen zouden in principe, theoretisch, omdat we weten hoe en waar ze reageren, zouden die ook wel eens gebruikt kunnen worden voor SARS-2, SARS-coronavirus type 2. Dus dat zijn allemaal dingen waar we speculeren, waar we mee bezig zijn. En u kunt zich voorstellen, er is te veel om op te noemen. Ik heb het al nog niet eens over classical Chinese medicine, wat daar precies de basis van is. Maar u kunt zich voorstellen, door de bomen kun je bijna het bos niet meer zien. En als u hier ziet, ongeveer 100 clinical trials are being planned to treat this disease in China, with other trials starting in Japan, Thailand en England. Zo, er gebeurt enorm veel op het ogenblik. Er moet ook veel gebeuren. En het zal waarschijnlijk niet zo zijn als bij SARS, dat tegen de tijd dat de geneesmiddelen er zijn, wellicht wel als de vaccins er zijn, dat ze eigenlijk niet meer nodig zijn, omdat de ziekte inmiddels onder controle is gebracht. Nou, ik durf daar niet over te speculeren. Die middelen kunnen uiteraard profilactisch, post-expositie, dus nadat de mensen al vlak nadat ze ziek zijn geworden of alleen maar geëxponeerd zijn, dat zou in principe voor healthcare workers zou dat belangrijk kunnen zijn, voor symptomatische patiënten. En zo kun je nog een aantal dingen bedenken. Kortom,
ik geef u hier weinig informatie anders dan een opsomming van dingen die eventueel mogelijk zijn. Of wat daaruit gaat komen, ongetwijfeld. Ik ben ervan overtuigd dat dat interferon in principe wel zou werken. Maar is geen ideaal geneesmiddel. Maar hoe we het kunnen combineren. Ik verwacht zelf vrij veel van de humane monoclonale antistof. Maar dat is omdat we zelf daar ook een project over hebben ingediend. Dus ik ben niet helemaal ongebiased. En ook die gevectorsvaccins. Ron die wijst me erop dat ik moet afsluiten. Dus dat doe ik dan heel braaf met mijn conclusies. Dit is een dia, die heb ik gemaakt ten tijde van SARS. Ja. En als ik dan even kijk, wat is er gebeurd? Wat moeten we doen in peacetime? Ja. Als er niks aan de hand is. Ja, dan gaan we allemaal achter. Er is nauwelijks meer peacetime, want er is steeds wel wat. Er is ebola, er zijn al die andere dingen. Nou, al deze dingen die moeten gebeuren, waar ik het over gehad heb, is eigenlijk alleen maar over vaccinatie en antiviralen. Wat u van de andere sprekers begrepen heeft, is dat er veel meer moet gebeuren. En als wetenschapper zeg je natuurlijk, er moet veel meer geld naar onderzoek toe. Ja, want ik denk dat investering in het al van tevoren beschikbaar hebben van bijvoorbeeld medicijnen tegen coronavirus, medicijnen tegen paramyxovirussen. En zo kan ik doorgaan. Dat lijkt duur. Maar in feite, als je het op de plank hebt staan, dan kun je een uitbraak, als die begint, kun je hem al indammen van het begin af aan. En dan krijgen we dit soort verhalen helemaal niet meer. Dus ik denk dat investering in onderzoek aan geneesmiddelen tegen virussen, maar ook vaccins die je op de plank kunt hebben staan van tevoren, dat verschrikkelijk belangrijk is. Mijn laatste slide, misschien wel de belangrijkste. Ik ben zelf in Erasmus begonnen, zit nu in Duitsland. Ja, ben Chief Scientific Officer van Viroclinics. En ook van CRTO, dat is een club die clinical trials runt, met in begrip van dit soort trials. En dit zijn de mensen waar we altijd mee samengewerkt hebben, nog steeds mee samenwerken voor een groot deel. Dit zijn de mensen in de SARS-episode en dit in de MERS-episode waar we mee samengewerkt hebben. En ik denk dat het belangrijk is dat we zien dat inderdaad die samenwerking, die internationale samenwerking, verschrikkelijk belangrijk is. Ik dank u vriendelijk.